Dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd voor Battle Royale. We zitten in de storm, jongens. Jongens, we zitten in de storm. Ik denk dat we moeten hier weg, jongens. Dit gaat niet goed. Volgens mij gaan we neerstorten. Jongens, we moeten hieruit. Open parachute, snel, snel. Dat was close. Hallo, waarom loop je vast? Mooi. For fuck's sake. Nou, wij zitten hier dus vast op een eiland. Dit is Stratis op Arma 3. En ik ben samengedropt met ongeveer 35 anderen. En we moeten allemaal één ding doen en dat is overleven. Ik moet wapens vinden, want anders ga ik dood. Want de anderen zijn niet echt vriendelijk voor elkaar. Ik moet hier een wapen ergens vinden. Kom op, wapen, waar ben je? Is dit een pistool? Nee, het is een... Hier heb ik helemaal niks aan. Ik moet een wapen hebben. Waar liggen die? Oh, er is al één iemand dood. Ik heb hier wel een granaat. Ik moet snel zijn, want anders word ik ook neergeknald zometeen. Dit is Battle Royale nogmaals. In Arma 3. Oh, hallo. Hoi. Hij zoekt waarschijnlijk ook een wapen. Ja, hier heb ik ook niks aan. Oh, jongens. Arma 3. Waarom speel ik Arma 3? Nou, het is Free Arma 3 weekend dit weekend. Dus je kan gratis Arma 3 spelen. Even downloaden op Steam en dan Battle Royale mod installeren. En dan kun je dit ook doen. Het is wel nacht. Dat is wel vervelend. Want je kan heel moeilijk je wapens vinden. Zo. Dat is een... rugzak, altijd handig. Maar ik wil gewoon een wapen. Kom op. Free Arma 3 weekend, ja. Het is vandaag zondag, dus download hem even snel en dan even Battle Royale installeren. Want dan kan je dit ook doen. Hartstikke leuk is dit. Wat heb ik hier? Man, ik wil gewoon een wapen. Alleen maar rounds, daar heb ik echt niks aan gewoon. Het was wel een tijdje geleden dat ik een video heb geüpload. Vind ik wel zonde, want ik heb het te druk met school, dus... soms komt het gewoon even niet van. En ik probeer wel in de toekomst, dus volgende week probeer ik wel weer gewoon een LCPD-ervaar online te gooien. Hetzelfde als een SWAT 4 video, maar ik eerst gewoon even Arma 3, want ik dacht even wat afwisseling. Elke keer SWAT 4 en GTA is ook niet lol of zo, is ook niet leuk. Hier ligt ook weer niks. Kom op, waarom kan dit? Oh, daar gaat hij al. Hier ligt ook weer niks. Potverdorie. Nou, waar liggen die wapens? Ja, de bedoeling van de Battle Royale is dat jij als enigste overblijft op het eiland. En dat je de rest allemaal afknalt. En als je als enigste overblijft op het eiland, dan heb je het spelletje gewonnen. Het is trouwens wel een pain in the ass om een server te vinden. Want het zijn maar een paar servers. En je kan de server niet joinen als er al een game in progress is. Oftewel als er een game bezig is. Dan kan je niet gaan joinen. Je kan alleen joinen als ze op het punt staan om te gaan beginnen aan een nieuwe game. En dat is, wel even zoeken soms. Oké. Ook geen wapen hier blijkbaar. Nee. Het is de tweede keer dat ik Battle Royale doe. Dus het is voor mij ook heel erg wennen. Ik weet wel dat er een cirkel zo meteen komt. En dat is deze cirkel. En daar moeten we zo meteen naartoe. En als we daar niet in zijn, in die cirkel, dan gaan we dood. Maar ik weet niet precies waar ik op dit moment ben. Dus dat is wel even vervelend. Nou, ik denk niet dat ik in die cirkel zit eigenlijk. Nou ja. Het is volgens mij hardcore mode. Dus als ik een marker op de map zet, dan kan je hem niet zien. Maar ik zie geen marker om me heen. Dat is wel vervelend.
Dus dan is het echt puur oriëntatie op je, ja, op wat je ziet. En dat is heel moeilijk. Er is ook een helmpje. Wat is dit? Ik weet niet wat dit is. Zo'n riem of zo. Oh, ik heb een GPS. Ik heb een GPS opgepakt. Oh, schot. Schoten. Hier dicht in de buurt. Ik moet even kijken, hoe werkt die GPS? Ja, oké. Ik ben in... Waar ben ik? Neo nog wat? Geeft het ook coördinaten of niet? 124, 143. 124. 143. Dat is meer omhoog. Oh, dat is meer omlaag. Oh, ik ben hier. Dat betekent dat ik naar het noorden moet lopen om in die cirkel te komen. Want ik zit er wel in. Ik zit wel in de cirkel. Dat scheelt. Wat is handig? Ik denk dat we het beste naar het Erfurt kunnen. Maar dat is wel een lange loop. Dus we moeten eigenlijk even een auto of zo vinden. Want ik wil wel uit deze stad. Omdat ik het gevoel heb dat hier bijna geen wapens liggen. En ik moet wel echt een wapen hebben. Want anders... Oh, the red zone will begin in 3 minutes. Ja, anders is het einde verhaal voor mij. Ja, ook geen wapens. Kom op, man. Spawn even wapen voor mij. Wat een poepzooi. En anders ga ik gewoon te voet richting een andere stad. Volgens mij spawnen deze normale huisjes niet echt wapens of zo. En dan maar hopen dat ik niemand tegenkom. Even kijken, ligt hier nog wat bruikbaars in? Dat is ook alleen maar magazijnen, hè? Ja. Ja, ik kan ze meenemen, maar ik weet niet of ik het... dit is weer dan weer iets, dit heb ik al. En daar zit ook niks in natuurlijk. Nee. Kom op, wapens. Ik wil wapens. Potverdorie. Ja, ik speel de laatste tijd heel veel DayZ. Dus ik vind het survivalen vind ik wel leuk. En ik dacht, ik ga een keer Arma 3 doen. Battle Royale, dat lijkt wel een beetje op DayZ volgens mij. Alleen is het net weer wat anders. Maar er zit wel een survival aspect in. Er zijn al 13 mensen dood. En er zijn nog 26 mensen op het eiland. Dus de kans dat ik word neergeschoten wordt wel steeds kleiner. Maar als ik iemand tegenkom met een wapen, dan is mijn kans dat ik overleef heel klein. Omdat ik natuurlijk geen wapen heb. Kom op. Ik wil zo'n wapen. Hup. Waar ben je wapen? Hier liggen echt alleen maar backpacks en zo. Daar heb je toch echt helemaal niks aan gewoon. Assault backpack. Ja, maar die heb ik al. Daar zit ook niks in. Oh. Hoe moeilijk is het om een fucking wapen te pakken? Oh, schoten hier dichtbij in de buurt. Die kant hoor ik schoten. Magazijnen, suppressors. Oh. Ik moet gewoon een wapen, kom op. Dit gaat echt fout. Dit gaat sowieso fout. Het is donker. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook niet precies waar ik die wapens moet vinden hoor, want... zitten wij in die blue cirkel? Nee, we zitten niet in die blue cirkel. We moeten naar de blue cirkel. Nog 10 minuten en dan mogen we niet meer buiten de blue cirkel zijn, anders gaan we dood. Dat houdt in dat we richting het noorden moeten, dat is deze kant op. Ik heb wel geluk dat ik een kompas heb trouwens, want anders is het echt heel moeilijk navigeren, vooral als je dit voor de tweede keer speelt.
vervelend van hardcore mode is dat je niet in third person view kan kijken. Dus dan kan je jezelf niet zien en zo. Dat is wel jammer. Ja. Het is wel heel donker. Is dit een wapen? Nee, potverdorie. Oh, oh, oh. Ik loop nog steeds rond met helemaal niks, gewoon. Oh, 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 wat doe ik nou? Een smoke grenade gegooid, ja. Oké, dit is een nieuwe helm. Ik weet niet, het ziet er volgens mij wel cool uit. We gaan richting het noorden. Dus we zijn nu hier en dan gaan we die kant op. We gaan naar Laka. Want dat moet natuurlijk omdat we anders buiten de cirkel vallen. In 10 minuten. En dan... oh, wat is dit? Een rode area? Ik weet niet precies wat het betekent. Ik weet niet wat die rode cirkel betekent, joh. Ik ben bang dat het niet iets goed is. Laten we er maar zo snel mogelijk uitgaan dan. Oh, ja nou. Oké, ik weet al wat het betekent. We worden gebombardeerd. Dus. Gewoon lekker rennen, niks aan de hand, joh. Niks aan de hand. Volgens mij is dit de stad, de volgende stad. Laat ik hopen dat hier gewoon wapens liggen. Ah. Ik heb wel night vision goggles, dat is netjes. Hoe activeer ik die? Oh, kijk, mensen toch. Wat leuk. Een first aid kit. Nou, ga ik mezelf even behandelen. Zo, nou, ik ben weer beter. En ik zie alles ook wat beter door die night vision goggles, dat scheelt. Nu alleen nog een wapen hebben. Yes. Oké, ik heb een revolvertje. Of een revolvertje? Nou, die is in ieder geval een pistooltje. Kan ik die silentje hierop doen? Nee, kan niet. Kan ik die hierop doen? Ook niet. Gooi ik die ook weg, want daar heb ik toch niks aan. Dat is een kapotte auto. We hebben in ieder geval een wapen, dat is... Oh, wacht even. Ja, ja. Kom maar op, bitches. Oké, ik ga weer richting het noorden, want ik zit wel in de cirkel, maar de cirkel wordt steeds kleiner. Dus we gaan een beetje naar het midden van de cirkel. Dat wordt weer een stukje lopen. En dan hopen dat ik niet word neergeschoten door iets of iemand. Allemaal kapotte auto's hebben helemaal niks aan. We moeten goed onze ogen open houden. Voor het geval dat iemand misschien in deze buurt loopt. Dat kan natuurlijk. Oké, ik heb een kijker op mijn wapen gezet. Dat heb ik net gevonden. En zet hem er automatisch op, dat is mooi. Dan hoef ik dat niet te doen. Nou, dat wordt
Dat is trouwens wel het leuke van Alma 3. Bij Alma 2 heb je gewoon wapens. Die kan je gewoon oppakken. En dan kan je niet beslissen of je er een side op wil doen of een silencer. Want die wapen heeft standaard een silencer. Ik dacht dat ik wat hoorde. Maar, want het wapen heeft standaard op Alma 2 een silencer. En die kan je niet aanpassen. Maar bij dit spel, Alma 3, kan je dat gelukkig wel. Dan kan je zelf beslissen wat je precies op je wapen wil doen. We moeten nu wel uitkijken, want we komen steeds dichter bij het centrum van de blauwe cirkel. Ik zie daar wat lampjes. Ik weet niet precies wat het is. Maar we moeten even kijken. Er zijn nog 10 mensen op het eiland. Dus dat wordt nog spannend. Ik zie daar licht op die berg. En dat is volgens mij wel het centrum van de blauwe cirkel. Maar ik ben bang dat daar sowieso meer mensen zijn. Dus daar moeten we wel even voorzichtig zijn. Misschien dat er zelfs wel een sniper of zo zit. Oh, nu is het wel heel klein. 125, 172... Kijken of we in die area zitten. 125, 172. Ja, we zitten erin. We zitten hier. Maar we mogen wel iets meer naar die kerk nog. We gaan naar die kerk gewoon. Wat het dan ook mag zijn. Dat gebouwtje daar. Daar gaan we in. En ik denk dat er ook wel iemand in zit hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus we moeten wel een beetje voorzichtig zijn. Mij zit een beetje de core namelijk. Hoi. Er is niemand. Ik heb in ieder geval een gun. Is dat beter dan die van mij? Ik weet het niet. Kunnen we die scope niet afhalen of zo? Dat kan wel. Ik heb nu een scar. Het is nu vooral een kwestie van deze positie blijven behouden. Want we zitten nu hier in dit kerkje, dat is ongeveer het midden. Iets lager zit hij. Maar ik ben bang dat mensen hier in die militaire basis zitten. De kans is vrij groot, denk ik. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook niet hoeveel mensen nog in de map zitten zelf. Zie ik daar iemand lopen? De bosjes daar? Lijkt zo, denk ik.
Nou, wordt wel tijd dat de cirkel wat kleiner wordt, moet ik eerlijk zeggen. Nee! Oké, nou. Dat was hem dan. Battle Royale. 5e geworden in deze map. Dank jullie voor het kijken. En ik zeg tot de volgende keer.